Je kijkt naar een speciale aflevering van Vechtersbazen in samenwerking met Glory Kickboxing. En we hebben vandaag twee Haagse titanen aan tafel die samen met ons de crossfire gaan doen. Dan heb ik het over Serkan Ushjaljan en Michael Boepea. Welkom, jullie gaan 18 mei in de RTM Stage in Rotterdam strijden om de onofficieuze titel: The King of the Hague. Uh, jongens, ik heb wel heel veel zin in dit gesprek met jullie. Ik wil wel zeggen dat de enige chaos die vandaag uit worden gedeeld, die zijn verbaal. Hm. Voor de rest houden we het netjes en laten we voor de rest gewoon veel plezier maken. Um, om te beginnen met jou, Serkan. Ja. Waarom ben jij de king of the hake? Uh, waarom ik de King of the Hague ben. Ik heb, uh, ik heb me er al vaker over uitgelaten. Uh, kijk, uh, het is een mooi concept die Glory uh, voor ons in petto heeft. De uh, King of the Heek. Uh, ja, er zijn heel veel vechters uit Den Haag. Er zijn heel veel mooie vechters uit Den Haag. Jongens die zijn gekomen, jongens die zijn gegaan. Dus uh, mijn, in mijn hoofd, in mijn hart, uh, wil ik nog steeds de King of the World worden. Dus uh, ik heb nog steeds mijn vizier op uh, de wereldtitel. En uh, uh, dit is een mooie, is een mooie uh, benaming. Een titel ook om uh, mee te nemen. Ja. On the road voor uh, de wereldtitel. Michael, waarom ben jij de King of the Heek? Ja, ik schuif me eigenlijk een beetje op aan wat hij zegt. Uh, tuurlijk, het is een mooi, mooi concept om uh, King of den Heek te zijn. Maar wat het allerbelangrijkste is, natuurlijk is gewoon uh, ja, King of the Divisie te zijn. Snap je wat ik bedoel? En uh, zij kan dus nu een uh, obstakel voor mij. En uh, ja, als ik van een winnaars geef me die titel als King of the Heek mooi meegenomen. Maar mijn voelie focus blijft sowieso om King of heel de divisie te zijn. Yeah. Ja, wat typeert eigenlijk de typisch Haagse vechtersmentaliteit? Ik denk gewoon dat alle Haagenezen wel een beetje crazy zijn, gewoon, snap je? We gaan uh, ja, altijd, denk ik, strijden, strijden ten, on ten onder, denk ik. Uh, we bekken niet down. En ik denk dat, dat, dat wij dat allebei wel hebben. Waardoor de fans heel graag willen dat we tegen elkaar vechten. Ja. Ja. Jullie kennen elkaar volgens mij heel lang, jullie hebben ik, ik, uh, ik ken Michael niet echt heel, uh, heel goed persoonlijk. Alleen uh, we hebben vroeger, gekeken, wow, dat is wel echt een hele lange tijd geleden. Toen was ik nog echt een dikzak. Ik denk ik, uh, uh, 2000, Meer dan tien jaar geleden denk 2000, ik. 2000, ik was toen volgens mij, had ik 2015. Ik kwam niet toen uh, bij mijn oude trainer, in we, hadden een Met hem, met uh, nog bagen, deze jongens. En toen zo eigenlijk, maar ik ken zeker niet persoonlijk, maar wel altijd gewoon van hey, dat is die Turkse jongen die het goed doet en, en, dat, zo, en dat soort dingen, maar niet persoonlijk, nou, niet persoonlijk. Toen maar. was hij ook al heel technisch hoor. Ja. Was ook uh, al een goede vechter, een jongen die uh, goed aan het opkomen was en uh, uh, nooit verwacht eigenlijk dat hij uh, glory uh, zou behalen. En, uh, eigenlijk van mezelf ook niet, weet je. Je, je hebt natuurlijk een droom als uh, jonge gozer en daar ga je voor. Dus je uh, uh, voor hem dat hij zijn droom achterna is gegaan en dat hij nu in de divisie staat. In ja. de, voor de beste van de wereld. Ja. Tussen de beste van de wereld. Jullie horen allebei bij de beste van de wereld. Dus jullie zijn niet alleen de, de heet, maar die horen bij de wereldtop. Uh, op het grootste kickboxpodium dat er bestaat bij Glory. Um, wat vind jij goed aan hem? Uh, wat ik goed vind aan Michael is uh, dat hij zichzelf heel goed heeft ontwikkeld. Uh, kijk, uh, zijn eerste partijen uh, ging uh, volgens mij niet. Uh, dan weet ik het niet hoor. Het ging tweede. volgens mij niet. De eerste of tweede het ging niet zo goed. Uh, alleen hij heeft zich goed herpakt. Uh, hij heeft uh, niet opgegeven. Hij is uh, door gaan zetten. En hij heeft zich goed ontwikkeld. En hij stond volgens mij in zijn vierde, vijfde partij gewoon al tegen de wereldtitel. En uh, ik vind dat hij, uh, zoals ik al heb aangegeven, zich goed heeft ontwikkeld. Het is een goede vechter. Dus uh, hij behoort zeker tot de wereld. Ja. Wat vind jij goed aan hem? Uh, ik denk zijn strijdersmentaliteit, dat hij niet zomaar opgeeft. Uh, ja, ik bestuurde hem sowieso al een hele lange tijd voordat ik überhaupt wist dat ik tegen hem moest vechten. Uh, dus tuurlijk, uh, los van dat hij goede kwaliteit heeft, heeft hij ook sowieso zwakheden. Maar ik denk vooral zijn strijdersmentaliteit. Dat is iets wat mij aanspreekt, dat ik denk van oké, okay, hij geeft niet zomaar op. Ja. En wat zijn die zwakheden? Uh, kan ik niet zomaar blootstellen, <laughs> anders maak ik hem scherper voor de gevecht. Maar uh, ja... Ja, oké, okay. okay. laat, laat ik me zien 18 mei. Laten ja. me anders formuleren. Waarom ben jij beter dan Serkan? Uh, ik vind mezelf gewoon een betere vechter. Kijk, uh, ik kan zeggen dat ik misschien een betere kickboxer ben. Maar ja, uiteindelijk gaan we in de ring vechten. Snap je? Dus je kan meer techniek hebben als iemand. Of beter uit je benen komen als iemand. Maar dat is in principe allemaal niet belangrijk. Ik denk dat ik sowieso een betere vechter ben als Serkan. En uh, dat ga ik 18 mei laten zien ook. Ja. hij ziet zwakheden bij jou, zie je ook zwakheden bij hem? Uh, kijk, uh, <laughs> ieder vechter is te verslaan. Uh, er is geen vechter die niet te verslaan is. En uh, dat komt natuurlijk doordat uh, er zwakheden zijn bij een vechter. Dus zoals hij ze ziet bij mij, zie ik ze ook bij hem. En uh, uiteraard uh, hebben we hem ook bestudeerd en uh, trainen we goed op hem. Ja. Uh, kijk, uh, het is gek als je zonder gameplan erin gaat. En, uh, uh, die heeft hij uiteraard, maar die heb ik uiteraard ook. Ja. Waarom ben je beter dan hem? Waarom ik beter ben dan hem is... Uh, maar Michael, uh, het zal niet liggen aan de ervaring. Uh, Ringroest uh, binnen Glory heeft hij niet. Uh, het is een jongen die al uh, genoeg uh, minuten heeft gedraaid binnen de Glory-ring. Uh, maar ik denk toch wel dat het uh, zal zijn dat ik iets langer in de game ben. En dat ik uh, wel iets harder en uh, sterker tegenstanders heb gehad uh, als uh, Michael Boapea. En uh, dat zal uh, zich 18 mei ook gaan bewijzen. Ik weet dat het een jongen is die komt om te knokken. Ik ben zelf ook een jongen die komt om te knokken. Dus het is alleen maar vuurwerk. En ik, ik uh, kijk zeker uit naar deze partij. Nou, ik ook. Uh, Haagse slaappillen. Zal zeggen met jou in de ring. Hoe uh, ga je wakker blijven? <laughs> scherp blijven, gewoon scherp blijven, ten alle tijden scherp blijven. Tuurlijk, we weten allemaal dat hij een hele gevaarlijke linkerhoek heeft, en dus gewoon ten alle tijden scherp blijven. En dat zou ik zeker ook zijn die dag. Ja. ja. De ja. tijdbom. Hoe ga je de tijdbom uh, ontmantelen? Ja, de tijdbom uh, die, uh, die staat op springen zie ik al uh, tegenover. Maar die 18 mei wil die ontploffen. En uh, ik heb uh, ik heb mezelf er goed op voorbereid en uh, ik weet natuurlijk ook dat die slaappillen van mij een beetje doorzichtig aan het worden zijn en dat iedereen natuurlijk zich focust op die slaappillen. Alleen uh, ik, ga, ik ga toch wel wat andere dingen ook gebruiken en ja. uh, dat mag jij zeker ook weten. Ik ga me niet uh, alleen maar focussen op die pillen van mij en uh, ik ga me focussen op meerdere dingen. Ja, um, jullie hebben door uh, jullie gloriecarrière heen uh, een aantal zelfde tegenstanders gehad. Jullie hebben bijvoorbeeld jullie willen allebei het hoogste bereiken, jullie willen allebei kampioen worden. Jullie hebben allebei al om de titel gevochten. Tegen dezelfde man, tegen Donovan Wissen, nog steeds de regerend kampioen. Die ook op hetzelfde evenement als jullie straks vecht 18 mei. Um, even over elkaar. Zijn wedstrijd tegen Donovan, wat vond je ervan? Slecht. Ik vond het uh, slecht. Ik had veel, beter, veel meer van hem verwacht. Uh, eerlijk gezegd. Dus ja, ik vond het een slechte partij voor hem. Om eerlijk te zijn, gewoon. Mag ik zeggen ja. wat het toch? Ja. 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 Wat vond je er zelf van? Slecht. Ja, wat lag ja. er dan? Ik uh, denk dat het lag aan uh, zeker niet mijn voorbereiding. Mijn voorbereiding was uitstekend. Uh, in de eerste ronde, kijk, ik weet dat Donovan van Wissen een, uh, een schaker is, een, uh, een hele goede schaker. En uh, als je gaat schaken met een hele goede schaker, dan moet je schaakmat zetten. En uh, ik denk dat dat de fout is geweest die ik heb gemaakt. Ik uh, moest meteen gaan beuken met hem. Um, dat heb ik niet gedaan. In de eerste ronde loop ik een. Uh, ja, ik heb uh, blessures opgelopen. En natuurlijk ga je dan. Je moet nog vijf rondes, je moet nog vier rondes vechten. En dan uh, gaat het alleen maar achteruit, achteruit, achteruit. En hij werd alleen maar sterker, sterker in het gevecht. En uh, dat is denk ik uh, de winst geweest voor hem. Want ja. uh, neerslaan heeft hij niet gedaan. Hey, ben je dan iemand die daar slapeloze nachten van heeft na zo'n wedstrijd? Nee, zeker weten niet. Ik heb, uh, ik heb het meteen achter me gelaten. En, uh, ik ben gelijk vooruit gaan kijken. Kijk, als ik slapeloze nachten ervan ga hebben, dan uh, kom ik niet meer vooruit. Nee. Dan blijf ik hangen bij die partij. dan moet ik weer tegen Donovan vechten. Ja, dat komt nog wel. Ja. Uh, de partij daarna van Wissen was tegen Michael. Ja. Heb je, neem ik, neem ik aan, uh, met veel aandacht bekeken? Zeker weten. Dat vond je het? Zeker van weten. Ik vind, ik vind dat Michael dat heel, 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 goed, heel goed heeft gedaan tegenover uh, Donovan. Uh, meer dan dat ik had verwacht van Michael. Hij is een jongen die uh, gewoon uh, goed naar voren is gekomen, goed zijn druk heeft gezet. En uh, ja, uiteindelijk heeft hij het uh, misschien verloren op zijn lucht. Of uh, misschien toch dat hij wat minder scherp was. Of dat Donovan de juiste timing had en er goed overheen is gekomen. Uh, maar ik vind dat hij het heel goed heeft gedaan uh, tegenover Donovan. Ja, uh, kickbox is natuurlijk geen wiskunde. Nee. Maar als je die twee, tegen elkaar, twee partijen tegen elkaar bekijkt, jouw partij tegen wisselen, jouw partij tegen wisselen. Uh, jij zegt hij heeft het beter gedaan, hij heeft het slecht gedaan. Kunnen ja. we daar iets aan te concluderen? Tegen elkaar? Ja, kijk, kickbox is geen. Uh... Is geen, is, ja, hoe moet ik het zeggen? is geen rekenmachine. Snap je? Mm -hmm. Niet omdat hij bijvoorbeeld die knockout slaat, betekent dat ik diegene knockout kan slaan. En ook uh, in deze, niet omdat hij het slecht heeft gedaan, betekent dat hij uh, en ik het wel goed heb gedaan. Betekent niet van, oh, ik ga gelijk van hem winnen, snap je? Kijk, dat ga ik sowieso doen. Maar daar wil ik gewoon mee zeggen van, ik ben een hele andere vechter als Wissen, snap je? Dus het gaat ook een hele andere partij zijn. Tegen mij en kan. Dus uh, ja. Ja. Styles mijn feit. Zeker. Ja. 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 Geloof jij dat de stijl van hem jou beter ligt dan die van Wissam? Ik wens hem heel veel succes uh, 18 mei. En uh, we zullen het zien. Ja. Ik heb jou wel eens uh, een, een interview laatst horen zeggen. Dat jij. Uh, uh, nou ja. Dat hij echt. Over dat je overal zijn gezicht ziet. Dat, dat hij overal in je leven zit. Van s morgens tot s avonds. Dat je echt alleen maar. Oh nee, dat niet per se, maar ik ben wel gewoon veel met hem bezig. Ja, ja alles wat je doet, denk je van. Uh, weet je, vandaag net toevallig in de ochtend ben je aan het rennen en zo. So, Zegt je trainer van: hé, hey, je moet nog even. En eigenlijk wil je niet. En dan denk je: oh ja, Serkan. Bam, dan kan je gelijk weer gaan. Dus ik neem hem in alles mee, ja, eigenlijk ja. een beetje. Ja. Ja. En, en wat zie je dan als je dat het moment aan hem denkt? Uh, niet per se dat ik hem zie, maar meer van: ik ga van hem winnen, snap je? Beetje indecent. Snap je? Ja. Dus ik gebruik hem eigenlijk als motivatie bij alles wat ik doe. Ja. Ja, dat is wel intiem. Heb je ook ja, wel ik, vind het, ik vind het natuurlijk heel interessant. kijk Dat betekent dat hij, uh, dat hij iets meer motivatie nodig heeft om zijn trainingen toch uh, door te zetten. Kijk, ja. Die motivatie die heb ik niet nodig. Ik ben altijd consistent bezig met mijn trainingen. En ik ben altijd goed gefocust. Ik heb vanochtend een pet sessie gehad met Joeri Mes. En uh, heb ik uh, daarna even rust gehad. Ondertussen keek ik bij de Glory app, zag ik hem rennen op een loopband. Uh, weet je, dat is dan uh, natuurlijk ook weer uh, leuk om te zien. Dat mijn tegenstander het ook serieus neemt. En vervolgens heb ik weer een training gehad met Mike. Nu nou zit ik hier tegenover hem. Ja. Weet je, dus uh, het is alleen maar mooi. Ik, uh, ik neem mijn uh, partijen en mijn tegenstander zeer serieus. En uh, ik voel me heerlijk, ik voel me goed. Ja. Ik ben ook blij dat dit tot stand is gekomen en dat we hier zitten en uh, ons ja. erover kunnen uitlaten. Maar wil je zeggen dat hij helemaal geen rol speelt in jouw dagelijks leven? Dat jij helemaal... Uiteraard wel. Ja. Tuurlijk, zeker weten wel. Kijk, ik moet niet tegen jou vechten, 18 maart. Gelukkig maanden. niet? Nee, ik vecht wel tegen Michael Boopea. Dus Michael Boopea komt zeker voor dagelijks. Ja, en hoe dan? Hoe denk je dat hem dan? Uh, kijk, uh, je, je gaat, zoals ik al heb aangegeven, je gaat uh, je tegenstander bestuderen. Daar ga je op trainen, daar ga je op focussen. Alleen met uh, dat soort dingen komt hij uh, naar voren. Het is niet zo dat ik uh, tijdens het tandenpoetsen voor het slapen gaan aan hem denk. Het is, uh, dat is niet het geval. Nee. Gelukkig maar, want er zijn mensen die in een wedstrijd, wedstrijd wel eens hun een tanden verliezen, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja, ja het is voorgevallen. Ja, dat zeker weten. Ja, ja uh, maar uh, ik heb jou gezegd: je hebt zin om iemand te slaan. Dat zei je bij de ja, Kole van Ja, Ik heb je gewoon je... zin om te vechten. Het is nu ja. al. Uh, maar wie bij... wil je slaan dan? Oh, zij sowieso. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb zin om iemand te slaan en gelukkig is hij diegene, want ik moet tegen hem vechten 18 mei. Dus ik heb zin om zij letterlijk te slaan. Uh, dus ja, dat man. Ik heb gewoon weer zin om te vechten. Snap je? Het is nu alweer, denk ik, pff, zes maanden geleden dat ik niet heb gevochten. En dat is voor mij best lang. Dus ik heb echt weer zin om iemand te slaan. Ja. Ja. En hij wil jou slaan. Ja. Jij wilt natuurlijk nou horen, ja, hoe ga je dat doen? Wil je slaan? Nee, het is logisch, hè? het is allemaal logisch. En uh, ik snap ook dat, een, dat dit een beladen partij is. Het zou wel raar zijn als hij mij niet zou willen slaan. Hè? Dan ja. kan hij beter de ring niet instappen. Ja. Heb jij ook ja. zin om hem te slaan? Ja, uiteraard natuurlijk. Weet je, ik wil gewoon knokken tegen deze gozer. Het is een jongen die, uh, die ook altijd <coughs> komt om te knokken. En ik ben ook een vechter. Dus natuurlijk uh, heb ik zeker om, uh, om een paar stoten uit te delen. Maar niet vandaag, 18 mei. Nee, dat liever niet vandaag, ja. inderdaad. Dat hadden we afgesproken. Uh, jullie komen allebei ik, van een, van een uh, verliespartij af. Is dat ook nog nog iets wat bij jullie beiden meespeelt dat je, nou los van dat jullie van elkaar willen winnen prestige bragging rights maar ook de persoonlijke avance op de ik, laatste wedstrijd ik, ik, ik denk ik denk dat dit uh, kijk nogmaals uh, het is een mooi concept alleen uh, dat speelt bij mij uh, geen rol in mijn hoofd voor mij is het gewoon belangrijk dat we een mooi statement maken voor deze divisie hij komt van een vliespartij, ik kom van een vliespartij, en dat het voor allebei dat we allebei wel gebrand zijn om weer een winst naar, mee naar huis te nemen en ik denk dat dat de motivatie is naar deze partijen ook weet je dat we hard aan het trainen zijn dat je gewoon uh, weer iets wil laten zien aan het publiek wil laten zien wie je want uh, ik weet uh, dat de publiek en iedereen weet wat voor gozer ik ben en wat voor knokker ik ben. En Dat weten ze ook van hem en dat wil hij ook laten zien. Dus ik denk dat het alleen maar een brandstof is voor beiden. Ja. Voor jou? Ja, ik kan gewoon met hem aanslui aansluiten daarin. Ja, zeker. Ik heb... Ja. ja. Nee. Wat hij zegt, ja, dat wil ik bijna ook zeggen. Dus dat vooral, ja. Ja. Maar speelt persoonlijke revanche, of in ieder geval het goed maken op jezelf van je laatste partij, speelt dat geen rol in je, je, je achterhoofd? Ja, dat sowieso ook wel. Dat sowieso ook wel. Gewoon wat hij net ook zei: van uh, tuurlijk, je weet toch, uh, ik heb verloren. Het uh, dus, is geen lekker gevoel. En die wil je eigenlijk gewoon weer even ja, weggummen. In, in die zin snap je? Dus met een winst kan je die een beetje weggummen, ja. En dan weet je weer dat je weer uh, misschien wel eens de next bent voor de belt. Of, in ieder geval dichterbij bent. Dus uh, ja, maar ook winst is gewoon super belangrijk nu. En uh, ik ga me alles geven achter mij. En ik denk niet uh, dat hij het gaat redden dan. Nee. Nee? 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 nee. nee. Ja, ik uh, weet niet of ik het ermee eens moet zijn. Als hij dat denkt, dan mag hij dat denken toch. Ja, natuurlijk. Ja, het is een uh, vrije mening, dat mag hij vinden. Oké. Okay. Um. Wat zit jou, wat, wat, hoe ziet jouw voorbereiding er nu uit? zijn er nog dingen die je speciaal doet? Anders, nu je tegen een type als Michael vecht, dan bijvoorbeeld als je tegen Wisse vecht? Ja, kijk, uh, ik, denk dat ik, uh, ik denk dat ik nu iets meer uh, werk met de gameplan. Uh, als, uh, als mijn laatste partij. Uh, ik, werk, uh, ik werk nu uh, goed en hard en met een goed team. Uh, we zijn strak aan het trainen. Uh, ik heb, zoals ik al aangaf, ik kwam ook uh, net weer van een training of. Uh, hij komt ook weer van een training of natuurlijk. Alleen, uh, we zijn nu gewoon goed aan het trainen. Echt met een goed en een strak gameplan. Dan moet ook wel tegen een jongen als hem. Dat is een jongen die uh, goed komt knokken en uh, ook een uh, strak gameplan heeft. Dus uh, daar moet je je antwoord op hebben. En dat hebben we zeker. Ja, uh, wat heb jij van die laatste wedstrijd geleerd wat je meeneemt in deze wedstrijd, wat je nu beter of anders gaat doen? Uh, ja, kijk. Uh... Hij is sowieso een hele andere vechter als Wisse, wat ik net ook zei. Snap je? Dus bepaalde dingen wat ik misschien bij Wisse D werkte niet, maar misschien zal het bij Circle wel weer werken, snap je? Dus om niet te veel dingen ja, bloot te stellen, uh, ja, hij is gewoon een hele andere vechter, snap je? Dus je hebt een hele andere soort manier van trainen weer. Hij vecht ook rechtsvoor. Weet zoek je ook jongens die rechtsvoor vechten, snap je? Dus ja, dat een beetje. Maar uh, Steeds de same, we trainen altijd hard voor iedereen. Maakt niet uit wie, snap je? Dus ja, dat. Ja, nog eens, Ik wil een stukje kickbox-wiskunde nog doen. We hadden net al de vergelijking met jullie met Wissen. Dan heb je nog een paar tegenstanders gehad die uh, allebei jullie pad zijn gekruist. Ja, ja, ja. Sergei Brown. Uh, Sergei Brown, uh, jij, uh, ja, uh, jij van Brown gewonnen. Jij in eerste instantie verloren, oh, later alsnog ook wel gewonnen. Ja. Kun je van die partijen nog iets van elkaar leren. Kun je uit zijn wedstrijd van Brown iets opmaken? Ik, uh, nee, Ik. Uh... Ik weet, ik weet dat hij gebrand was om te winnen van Brown ja. dat heeft hij uiteindelijk gedaan kijk ik had er geen tweede partij van nodig uh, alleen uh, elke partij is weer anders ja. dus uh, elke partij speelt weer een andere rol en uh, het is maar net hoe je hoe die partij ingaat en uh, misschien had hij de eerste partij een mindere dag tegenover Brown en de tweede partij had hij een top geweldige dag en heeft hij gewonnen misschien had hij de eerste dag ook gewoon goed die ringen ging had hij ook wel gedaan tegenover Brown ja. want Brown is geen vechter die zijn niveau aan kan nee want hij had maar één partij nodig voor Brown en jij had twee partijen ja, het is maar net hoe je wakker wordt die dag. Hè. Kijk, uh, als mensen die me een beetje volgen weten waarom het niet echt goed ging die dag. Dus, uh, maar ja, ik heb in de tweede partij gelijk laten zien van dit is mijn niveau en hij is er nog niet. Snap je? Dus uh, ja. Ja, heeft hij goed gedaan. En uh, tegenover Erturo heeft hij me ook verrast. Ik had, uh, ik had verwacht dat, uh, want uh, Erturo is een hele technische vechter. Ik vind Erturo echt een uh, hele goede vechter. En um, tegenover hem uh, was ik zeker gebrand ook. Want ik was toen de nummer 4 en hij was de nummer 1. Um, en ik dacht dat, uh, dat Michael het niet zou redden eigenlijk tegenover uh, en uh, Hij heeft me verrast die wedstrijd. En uh, alhoewel ik ook aan Erdogan zag dat hij er niet echt lekker in zat. Maar uh, buiten dat heeft hij hem uh, gewoon overklast en heeft hij het goed gedaan. En daar ja. had hij ook maar één wedstrijd voor nodig. Ja. Um, daar hebben jullie het allebei van gewonnen, inderdaad. Um, wat zou een overwinning van jou op Serkan betekenen? Uh, ja, veel. veel. Ja, het is een step closer to your goal, step closer to the mission, dus step closer to the belt. Dus het is gewoon alles. Letterlijk, is gewoon alles voor mij, snap je? En dat doe ik gewoon ook tijdens mijn trainingen Het is gewoon alsof mijn leven ervan hangt snap je? Dus het betekent sowieso alles voor mij. Ja, ja voor jou? Voor mij betekent ook het, uh, het ook heel veel. Kijk, uh, elke wedstrijd die moet gewoon gewonnen worden. En uh, deze wedstrijd die moet ook gewoon gewonnen worden. Het is niet zo dat, uh, je, ik heb een partij staan, maar ja joh, misschien uh, kan ik deze wel verliezen. Nee, dat is niet zo. Elke wedstrijd, elke wedstrijd die wil je gewoon winnen, die wil je beuken. Dat is gewoon belangrijk. Dus daarom is het zeker belangrijk om een overwinning te boeken tegen een Van En uh, dan zijn misschien alle geruchten ook de wereld uitgeholpen. Omdat, uh, ja, weet je, omdat hij ook een jongen is die eraan komt en uh, die ook echt aan het beuken is. En Dat geloof ik allemaal. Hè? Dat hmm. is ook echt zo, weet je? dat uh, beaam ik ook. Alleen, uh, ik ben ook een jongen die, die al lang meespeelt in de game. En uh, ja, dat ik ook altijd wel al, uh, nog steeds gebrand ben om te vinden. Ja. In jouw uh, ranking van beste tegenstanders tot nu toe, waar komt hij dan? Nou, hij komt zeker in de top drie. Ja. Ja, Noem eens de top drie? Vroeger, uh, Donovan Wissen, de kampioen. Dat is een nee. hele, goede, hele goede tegenstander. Zo, dan moet ik wel even, want ik heb ook heavyweight gevochten. Hè. Ik heb ook zwaarder uh, jongens gehad. Ik weet, hij komt, hij, Michael komt in de top 3. Zeker ja. weten. Want ik weet dat hij een jongen is die gebrand is. Misschien gebrander dan al die andere tegenstanders. En dat hij, uh, dat hij leuk... Ik, ik vind zijn stijl vind ik leuk. Het komt gewoon lekker om te knokken. Daar hou ik van. Dus, uh, zeker, uh, drie drie, zeker de top 3 is Geen top 3 is Zeker de top 5. van jou? Waar komt hij in jouw ranking voor? Ja, ik heb niet zoveel tegenstanders gehad hè zoals hem. Dus uh, ja, ook wel denk ik zelfs top 2 zelfs. Ik denk dat ik... Even kijken. Ja, top 2. Hij en Wisse zijn denk ik een... Ja. De twee beste. Ja, ik denk het wel. Dank je wel. Ja, yeah, zeker. Yeah. Hey, nou is het de King of the Hague. Het gaat net als hij gaat om bragging rights. Uh, jullie hebben allebei heel veel aanhang in Den Haag. Hè? Ik ben met jullie allemaal in Den Haag geweest. Ik merk dat daar ook. Jullie yeah. worden allebei links-rechts aangesproken. het leeft daar ook echt. Ja, tuurlijk. Ja, uh, yeah. als jullie nou verliezen... Kan je dan af straat dan in Den Haag? Ik heb sowieso trouwe fans, trouwe mensen die me supporten, weet je. Win of verlies. Want ze weten gewoon van mij, als ik zal verliezen wat niet gaat gebeuren, pff, dan geef ik echt letterlijk me alles, snap je? En dan heb ik in ieder geval de fans in ieder geval een hele mooie uh, partij gegeven. Maar dat is als. Als is vals en dat gaat niet gebeuren, 18 mei. Nee? Ja. En jij dan? Wil je nog wel op kijk, Midden Noord komen? Ja, tuurlijk uh, kan ik op Midden Noord komen. Kijk, uh, de jongens uh, die hem supporten, dat zijn zijn trouwe aanhang. De jongens die mij supporten, die zijn er ook al sinds dag één. dat is ook mijn trouwe aanhang. En dan heb je altijd nog een aanhang wat er tussenin zit. Kijk, jongens die, uh, komen, uh, die komen om te schreeuwen, die komen om te supporten. En die jongens zullen mij supporten, maar ook hem, weet je. Kijk, we hebben, die zaal, uh, zal die dag afgeladen zijn met haar genezen. En dat zijn, uh, kijk, zijn trouwe supporters... die juichen voor hem, mijn trouwe supporters juichen voor mij. Er is altijd ook een uh, aanhang die uh, juicht voor beiden. Dus uh, het wordt een uh, geweldige avond. Ik kan zeker weten over straat ja. kijk, iedereen, die uh, iedereen die uh, kijk, dit is, niet, uh, niet de eerste partij die ik vecht er zijn uh, voorafgaand al heel veel partijen geweest. In mijn wereldtitelpartij op die ik heb verloren, dan kon ik ook gewoon over straat. Ja, dus, uh, ja waarom zou het nu niet zijn? Mocht ik verliezen, ja, nou ja, dan is hij de king of the hek als je verliest, dan moet hij weten. Ja, ja. ja. hoe gaat het zak zijn 18 mei in die RTM uh, stage met jullie twee? Je bent inderdaad, jullie allebei, jullie allebei een vurige. Uh, luidruchtige Haagse Aanhang, uh, die zijn nu allebei onbekend. Dat komt dan bij elkaar. Uh, wat, wat gaat dat opleveren straks in, uh, in de zaal? Ik denk vooral dat het Lori meer geld gaat opleveren. <laughs> oh, dat moet je niet vergeten. En dan kan ik mijn werk uh, nog bij uh, doen, gelukkig Mooi. Ja, zo je. Ja. Ja, dus uh, ja, het wordt gewoon een topavond. Het wordt gewoon sowieso een topavond. Gewoon mensen die gewoon helemaal uit hun dak gaan. Dus uh, ik denk dat onze partij wel eigenlijk stiekem een beetje eigenlijk de hoofdpartij is. Dus, ja, de people's main event. Uh, ja, 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 eerlijk gezegd wel. Ze konden hem beter in de nagehouden houden. Ja, ja. ja tuurlijk. Ja, nou ja, klein stukje rijden, <laughs> 20, 20, 20, 20, dan minuutjes. 20 ja, minuutjes. Ja, dat is wat we <laughs> doen toch. Maar ja, inderdaad, ik denk de heksenketel daarin. Uh, 100 procent, 100 Ik heb al heel veel, heel veel mensen gehoord en heel veel mensen gezien die uh, echt komen voor de, voor de partijen uh, die wij hebben staan. Ja. En uh, people's main event en uh, ik denk mijn event, main event ook. Ik denk jouw main event ook. Ja, dus, uh, Ja, misschien... Eerlijk zeggen. Hè, Ze ja, ja de, ik, zei de... het, ik zei het al meteen. De okay. main event. Ja. Misschien <laughs> kan Robbie nog een switch maken in de main event. <laughs> dat hij ons een beetje mm. naar later schrijft. <laughs> nee, maar het is uh, zeker weer de partij van de avond. En het wordt een knalpartij. En uh, ja, iedereen, iedereen, iedereen moet gewoon komen kijken. Ja. Als jij mij die nou als neutrale, onafhankelijke toeschouwer probeert te verkopen. Hoe doe je dat? Uh, Slaappil tegen de tijdbom. Dat, ja. dat zegt genoeg. Ja. Ja. Verder hoef ik er eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Vuurwerk. Ja, het is gewoon vuurwerk. Slaappil ja. tegen de tijdbom. Het zijn gewoon twee jongens die komen knokken. En twee jongens die uh, zorgen voor spektakel. Ja. ja, koop je tickets gewoon. Ja. <laughs> daar een clash gewoon. Twee jongens die naar voren gaan. Boom. Ja. Dus... Uh, ja, maar hoe gaat dat dan niet? straks? Want jullie zitten nu eigenlijk best wel vriendschappelijk nog. Al wel, ik bij jullie allebei ook wel een... Klein beetje gezonde spanning ook. Perspür? Maar dat is er altijd. Ja. Dat is er altijd. Dat was er al toen ik hoorde dat ik uh, meteen tegen de eerste minuut al dat ik hoorde dat ik tegen Michael stond. De gezonde spanning komt op, je gaat werken naar een partij toe. Alleen uh, het is nog geen 18 mei. Nee. Dus ik ben lekker ontspannen. En uh, het moet niet vandaag gebeuren. 18 mei. Uitstekend. Ja, ben je daarmee eens? Ja, zeker. zeker. Ja. Ik ben gewoon chill, ik ben altijd chill. Maar zolang, zolang totdat je niet met chill bent. Tot, tot, zodra de Bel gaat, dan is het gewoon. Uh, het andere Michael. Het is wel een tijdbom, hè? Ja. Want om 18, ja. 18 mei moet hij ontploffen en niet eerder. Ja. Even. ja. Um, King of the Hague. Onofficiële titel staat op het spel. Uh, een een, een title contender plek misschien wel. Hè? De winnaar van deze partij maakt een goede kans om de volgende uitdager weer van de kampioen te worden. Ja. Wat vecht jij nog meer voor? Wat staat er voor jou nog meer op het spel? Ja, ik denk dat vooral. En gewoon... Uh... Ja, ik denk dat vooral. Dat vooral. Ja, wat er allemaal op het spel staat. Kijk, ik ga het niet... Ik ga niet te veel, ik ga, het, uh, ja, ik ga het niet te zwaar van mezelf maken. Van oh, ik moet dit doen, ik moet dit doen, ik moet dit doen. Dat zijn de twee belangrijkste dingen. En uiteindelijk doe je het voor jezelf. Dus uh, ja, ik denk die twee dingen wat je net hebt opgenoemd, dat zijn de twee belangrijkste dingen waarvoor, waarvoor ik het doe. Natuurlijk ook mijn familie, de mensen waar ik van hou, die mensen die me altijd komen supporten. Maar uh, ja, eerst voor mezelf. Ja. ja. Heb jij nog dingen, behalve die twee dingen die voor jou op het spel staan? I got my balls and my words and I break them for no one. De laatste kans voordat de wedstrijd begint, om het woord tot zekerheid te richten. Wat zou je hem als laatste boodschap willen meegeven? Dat hij hard moet trainen. Want ik ga echt voor hem komen. Ja, echt. Dus uh, I ja. see you. Ja, maar you. hij gaat sowieso hard trainen. Dus oké. Okay. Zullen we zien 18 mei hoe hard hij heeft getraind. Ja. Ja, de kans, laatste woord. aan Ik wens you? hem heel veel succes. Thanks. Oké, okay. dat komt goed. Dan uh, wil ik jullie graag nog uitnodigen voor de afsluitende stairdown. En dan gaan we ons opmaken voor 18 mei, jongens. Dank jullie wel. Spannend. Oké, okay, jongens. Succes, we zijn Mike. 18 mei, Glory 92, de RTM in Rotterdam. De King of the Hague titel staat op het spel, onder andere. Kaarten zijn nog te koop bij glorykickboxing.com, mis dit niet. Hoes! Hoes.